En dan gaan we verder met de begroting van VWS. En zijn we toe aan het antwoord van de staatssecretaris in eerste termijn. Het woord is aan de staatssecretaris. Vraag me. Ja, dank u wel, voorzitter. Afgelopen maandag werden wij opgeschrikt door een bericht in de Telegraaf van 3 hoogbejaarde ouderen die op straat gezet gaan worden. Omdat het huis en mevrouw de instelling... Achema, ik schors even de vergadering. Eén. Voorzitter, een punt van orde. Ik mag deze vraag stellen. Ja, op het moment dat ik aangeef, u een interruptie krijgt. En die krijgt u nu niet. Voorzitter, daar maak ik bezwaar tegen. Dat hoor ik. Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissingen van de voorzitter. Zo staat het ook in het reglement. Dank u wel. Voorzitter, ik wil graag een vraag stellen aan de staatssecretaris. Mag, een bericht... Als ik aangeef wanneer dat kan, en dat kan nu niet. Het woord is aan de staatssecretaris. Ja. Het woord is aan de staatssecretaris. Ze staan allemaal uit als u dat wil weten. En het woord is nu aan de staatssecretaris. Het woord, gaat u maar rustig beginnen. Dit is geen punt van orde. U wil interruptie houden en u krijgt daar op een later moment de gelegenheid voor en niet nu. Nee. Ik schors de vergadering. Ik heropen de vergadering. Het woord is aan de staatssecretaris. Voorzitter, ik dank de leden voor hun inbreng in de eerste termijn en ook voor de stukken die daarbij aan ons gegeven zijn. Dat is nu het woord aan mevrouw Agema van de PVV. Ik had nog willen vragen, want de staatssecretaris heeft ook toegezegd met een brief te komen over onze extra punten met betrekking tot ouderenmishandeling. Ik had nog willen vragen wanneer die dat dan komt, maar toen ontnam de voorzitter voor de tweede keer in dit debat mij het woord. Ik vind dat heel erg jammer, maar dan vraag ik het maar op deze manier. Wanneer kunnen we dan die toegezegde brief ontvangen? Voorzitter, ik zie dat de Kamervoorzitter zojuist vertrokken is. Eerder vandaag hadden wij een aanvaring met elkaar. Ik betreur dat zeer. De Kamervoorzitter verbeet. Het heeft geen pas, vind ik, om een Kamerlid dat halverwege een interruptie is af te breken en de microfoon uit te draaien. Helemaal nadat het debat reeds geopend is. Natuurlijk, een interruptie is een gunst van de voorzitter. Maar het voorzitterschap van dit huis is ook een gunst van de Kamer. En liefde moet van twee kanten komen. Voorzitter. Mevrouw Wichman. Een punt van orde. Ik vind dit niet passend. En op het moment dat een Kamerlid problemen heeft met de orde, zoals die bewaakt wordt door de voorzitter, dan zal het met de voorzitter besproken worden. Mevrouw Wichman. Ja, graag. Ja. Nee, want ik wou net reageren, want de voorzitter is net vertrokken, maar het is wel gebruikelijk als inderdaad iets is voorgekomen waar u niet over tevreden bent. Dat kan ook in het presidium aan de orde worden gesteld via uw secretaris. Dus ik heb er niet bij gezeten, ik kan daar niet op ingaan. Mevrouw Wichman. Voorzitter, uw voorstel steun ik van harte. Het is vooral ook passend. Het is niet alleen een goed idee, maar het is passend om dat te doen en niet hier in een tweede termijn. Dank u wel. Mevrouw Voortman. Ik zou er nog aan toe willen voegen dat ik het niet vrij vind om dat te doen op het moment dat de voorzitter er zelf niet meer is. Dat het inderdaad via het presidium moet. En als mevrouw Agema zegt dat de liefde van twee kanten moet komen, moet ze eerst maar eens naar zichzelf gaan kijken. Wilt u mijn liefde overbrengen aan de voorzitter? Dat zal ik met liefde doen.